wat betekent kerst voor u? Eigenlijk vredegevoel. Iets voor een ander kunnen betekenen. Dat is voor mij een kerstgedachte. En dat vind ik heel belangrijk. Er kunnen zijn als iemand je nodig heeft. Waar zijn we op dit moment? Op dit moment zijn we in de minister Talmastraat. En dat heet hier Talma 55. En wat is dat precies? Wat houdt dat in? Nou, dit is een 55-plus woning. Hier kan dus mensen vanaf 55-plus kunnen hier komen wonen. Ieder woont hier op zichzelf. Maar we doen met elkaar leuke dingen. Annie heeft natuurlijk dat allemaal georganiseerd voor jullie. Ja, ze speelde alles om draait, want zij organiseert alles. Ze houdt alles in de gaten, ze houdt alles bij. Ze weet zelfs van wie elke auto is. Die auto waar? Is van die auto is van die. Ze weet het precies. Ze weet het echt. Ze houdt jullie wel goed in de gaten. Ja, het is net inspecteur Mars hoor. Je doet best wel veel voor ouderen in deze complex. Ja. Ik hou het meest van ouderen. Ja? Ik hou het meest van ouderen. En waarom is dat? Dat weet ik niet. Daar heb ik een gevoel bij die ouderen. Als mensen ook hier weggaan naar bejaardenhuizen, dan ga ik ze opzoeken. En ik kan ze niet loslaten. Zo te horen mag Annie niet hier gemist worden. Ergens niet, voor niemand, nee. Nee, voor niemand niet. Heel veel mensen die vinden het fijn om hier te zitten. Ja, ze zijn allemaal alleen. Een hoop mensen zijn alleen hier. Dus ja, die vinden dat prachtig om hier te zitten. Vind je het prettig om hier te wonen, om hier te zijn? Ja, heel prettig. Ja, ook veilig. Alles is met elkaar en zo. Wat betekent kerst voor u? Nou, ik vind het leuk. Gezellig, altijd. Voelt u lekker hierna? Ja, ik wel hoor. Wat vindt u daarvan? Ik vind het allemaal geweldig. Ja? Ja, kerstgezellige tijd. Gaat u dan ook iets speciaals koken? Nou, ik ga gewoon lekker uit eten, dat ik niet erg vind. Ik ga zelf niks koken. Nee. Ja, zo'n avond moet je ook niet lekker niks kunnen koken, hè? Gewoon lekker uit eten. Lekker uit eten. Lekker met de kinderen en gewoon lekker eruit. Hoe lang doet u dit al eigenlijk? Bij elkaar doe ik dit 8 jaar. Ik heb eerst 5 jaar met een commissie gewerkt. En die is toen stil gaan staan. En nu ben ik voor het 4e jaar ga ik nu in. En doe ik het zelf alleen. En ik doe het met heel veel liefde. Ik doe het met heel veel liefde. Dat straalt u ook echt uit? Ja, ik doe het hele. Mij is niks te veel. En waardoor komt het dat, denkt u? Ja, ik heb heel veel energie. Ik heb heel veel energie. Waar haalt hij de energie vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Dat weet ik ook niet. Maar ik heb heel veel energie in me. Ik hou van dit huis. Waar gaan uw kerstgedachten naartoe? Naar vroeger. Ja? Ja. Vertel eens. Hey. Vertel eens. Ja, vroeger toen je nog thuis was, hè, met de ouders, het grote gezin hadden we en alles bij elkaar, gezellig. En later met mijn eigen gezin. Waar gaan uw kerstgedachten naartoe? Naar Jezus. Naar Jezus? Ja. En wat nog meer? En gezelligheid, vrije dagen, eten, drinken. Ja, gezellig met de bewoners. Ik hoorde natuurlijk dat u pas hier woont. Hè? Hoe vindt u dat? Ik heb het enorm op mijn zin hier. Ja. Klikt het allemaal met de rest? Ja, prima. Dank voor alles. Ja hoor. Gezellig. Allemaal prettige feesten. En als er wat is, of er is een probleem, dan komen ze naar me toe. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, in de fietsenhok zijn problemen. Kennen niet. Nou, dan wordt vanzelf opgelost. Ja, dan gaat hier echt allemaal goed onder elkaar. Henk, het is één familie hier.